Niet alleen werken op grote hoogte kan gevaarlijk zijn, ook een stuk dichter bij de grond is het opletten geblazen. Maar de Brabantse vinding Powerstairs moet het werken op lagere hoogtes een stuk veiliger maken. Dag Jeroen. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe moet je nu officieel die steiger op en af? Officieel zou je door het luik heen moeten, wat meestal niet geleverd wordt als je zo'n steiger koopt. Officieel zouden er stabilisatiestangen aan kunnen. Officieel moeten de wielen op slot. Niemand doet dat in de bouw. Dat is te traag. Het is te traag, te omslachtig, dus. Ja. Te duur. Ja. Jullie hebben iets bedacht daarop. Ja. Laat hem eens zien, de trap. Ik moet er wel bij zeggen, dit is het prototype. Nou, hij wordt veel smaller, veel lichter, veel compacter. That's it. Een trap aan een steiger bestaat nog niet. Verbaast ons elke dag weer. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, door schade en schande. Mijn compagnon in deze, Ralf en ik, we zijn al bijna 10 jaar samenwerkend in de bouw. En zowel ikzelf als mijn compagnon is al een keer van de steiger afgevallen. Wij hadden zoiets, dit moet anders. De mannen van Powerstairs denken een gat in de markt gevonden te hebben, maar werkt het ook in de praktijk zo? Luister omhoog. Zo, kom je nog eens ergens? Ja, even een klein stapje terug doen, dan kan het luik dicht. Ja. Dit is de officiële manier hoe je moet werken, toch? Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat lijkt me wel een beetje omslachtig. Nou, dat is het ook zeker met die stang aan de zijkant. Dus, meestal komen die niet aan. Ja, wel minder stabiel. Wel minder stabiel. Alleen, ja, zeker in deze tijd met de recessie, ja, moet je gewoon gas geven. Hoe ga je er dan op en af? Aan normaal gesproken, dan heb ik deze stang eigenlijk niet eens tussen zitten. En als we stijgen moeten verzetten, dan gaan we er gewoon vanaf. Gewoon springen. Gewoon springen, stijgertje verzetten. Ja. Dan stijgertje weer eens vooraan. Dan hup, kou het zijkantje omhoog. Opree. Stuk sneller. En weer aan de gang. Hoi Ralf. Hallo. Jij bent de tweede bedenker. Wat is jullie grotere doel? Ja, we willen zo snel mogelijk de internationale markt gaan betreden. We zijn bouwvakkers koppig. Ja. En die negeren niet voor niks al die veiligheidsvoorschriften en gaat er buitenom. Waarom gaan ze dan dit product wel gebruiken? Sowieso tijdrovend als jij gewoon buitenom je steiger klimt. Het is bovendien helemaal niet veilig werken. Dit is sneller en veiliger. Dit is veel sneller en veiliger. Je hebt de Powerstairs gebruikt. Ja, klopt, ja. Hoe vond je die? Nou, die werkt gewoon super makkelijk. Je hebt een handeling minder eigenlijk, want nu heb je er 2. En die Powerstairs heb je er maar 1. En die klap je gewoon om. En je vrijt je steiger. Je klapt hem weer terug. En je loopt gelijk weer omhoog. Het is gewoon een goede handel.